We gaan het hebben over trainen van jonge Friese paarden. Nou, wie ben ik? Ik ben, zeg ik alvast om mezelf in te dekken, geen Friese paardendeskundige. Ik heb wel veel paarden Friese paarden getraind in mijn leven. Maar mocht ik dingen zeggen over Friese paarden die niet kloppen, dan hoor ik het graag. Ik ben Bas de Recht, ik ben meester in de klassieke rijkunst. Grand Prix ruitentrainer. We hebben samen, heb ik met mijn partner Amber Koppen, die was hier net ook, die staat daar. We hebben een opleiding, hippische beroepsopleiding voor dressuurinstructeurs. Waarbij de biomechanica, trainingsleer en eigenlijk het welzijn van paarden aan de hand daarvan heel centraal staat. En ja, uiteraard, ik ben ook auteur en ik ga een aantal keren dingen zeggen die in deze boeken terug te lezen zijn. Dus ik zeg alvast, dit gaat over werk vanaf de grond, dit basisprincipes rijden. Deze boeken liggen bij jong KVPS in de stand, mochten jullie interesse hebben. Maar laten we het eerst over Friese paarden hebben. Ik bekijk de Friese paarden als, echt als trainer, dus niet als fokker of jurylid. Maakt niet uit wat voor een paard ik voor mijn neus krijg. Ik wil functioneel met dat paard kunnen trainen op een zo eigenlijk vriendelijke en verantwoord mogelijke manier. En als je dan functioneel wilt trainen, met wat voor dingen heb je dan te maken? Nou, natuurlijk de trainingstechniek, een goede rijtechniek, kennis van de rijkunst. Maar ook vooral trainingstechniek vanaf de grond. En daar wil ik ook eigenlijk die boodschap wil ik vandaag vooral overbrengen. Dat juist ook met Friese paarden, ik zal straks uitleggen waarom. Juist het trainen vanaf de grond zo belangrijk is voordat je erop gaat trainen. Dus ja, trainingstechnieken. Dan kennis van de biomechanica. Anatomie van het paard. Maar eigenlijk de bewegingsleer. Met waar zitten de spieren en botten. Hoe wordt dat gebruikt? En wat heb je bij een bepaald paard qua exterieur wel en niet voor nadelen? En dan maak je eigenlijk die anatomie maak je functioneel. En dan hebben we het over functionele biomechanica. Dus je wil eigenlijk de anatomie, biomechanica, die kennis, die wil je kunnen gebruiken in je training om elk paard met zijn eigen individuele capaciteiten zo goed mogelijk te trainen. Kennis over inspanningsfysiologie. En dan kun je denken aan, ik hoop ze daar al over gehoord hebben, hartslagmetingen bijvoorbeeld. Hè. Hoe vaak train je in de week met een paard? Hoe intensief? Hoe verdeel je piek- en rustmomenten? Want dat, bepaalt onder andere heel erg of je functioneel kan trainen of niet. En natuurlijk, vooral heel belangrijk ook, het leergedrag. Dus het mentale stukje, hoe leert een paard? Want een paard is natuurlijk niet alleen maar een lichaam op vier benen wat we met biomechanische en fysiologische kennis kunnen trainen. Hij heeft ook een mind. En ja, als we daar kennis van hebben en goed op in kunnen spelen, dan maakt het trainen natuurlijk ook vooral leuker, maar ook functioneler. Dan hebben we het paard zelf. Nou, natuurlijk hebben we te maken met exterieur, stuk karakter en een natuurlijke aanleg. En dan kun je denken aan de natuurlijke beweging van het paard, de gangen, de conditie, maar ook de natuurlijke mate van intelligentie. Want wat dat betreft zijn paarden net mensen. Je hebt gewoon intelligentere en minder intelligente. En daar kan je gebruik van maken in je training. Dan heb ik hier even een aantal dingen neergezet die mij altijd opvallen tussen Fries paard en zeg maar een warmbloed paard of wat dan ook. En dan met name ook eigenlijk weer gericht op anatomie. Als we naar een Fries paard kijken, die zijn van de oorsprong in het bekken iets meer in extensie. Je ziet dat ze halt houden, de achterbenen iets meer verder naar achteren. Om vooral af te zetten naar voren. Waar je bij een gemiddeld warmbloedpaard ziet dat het bekken iets neutraler, meer richting flexie. En de achterbenen iets meer onder het lijf, om wat meer eigenlijk te dragen. Dus dat is al een heel belangrijk punt waar als je met Friese gaat trainen, daar rekening mee moet houden. Hoe en waarom, daar gaan we zo meteen over hebben. Fries paard is natuurlijk een wat zwaarder skelet, dus het kost per definitie meer energie om te bewegen. Vaak wat minder uithoudingsvermogen. De halsaanzet is verticaler dan bij een gemiddeld sportpaard, wat ik een voordeel vind en op een bepaald vlak een nadeel. Daar gaan we zo over hebben. Het bekken wat er meer in extensie staat, zorgt ook voor dat het hele borstgebied, zeg maar de lage hals van het paard, lage halswervels, die zitten vast aan de eerste borstwervels, in dat stuk dat ze daar iets meer snelle extensie maken. Nou, als rijpaard willen we dat wat meer naar flexie brengen, dat zal ik ook uitleggen. Intelligentie,
In elk ras heb je minder intelligente en intelligentere paarden natuurlijk. Dat kan je niet over één kam scheren. Maar mij valt wel altijd op dat barokke paarden, en daar schat ik de Friese ook onder, dat die vaak wat intelligenter zijn gemiddeld genomen dan het warmbloedpaard. En daar kan je en moet je dus ook gebruik van maken. Als je kijkt naar de gewrichten, dan zijn die vaak heel buigzaam, heel mobiel. Veel meer dan bij een gemiddeld warmbloedpaard. Dus dat is ook een interessant gegeven. En ze hebben een heel sterk karakter, daar waar het gemiddelde, zeker KPN sportpaard, vaak een wat complexer karakter heeft. Nou, dat is een voordeel, maar ook een nadeel, want daardoor kan zo'n paard nog wel eens doorgaan, terwijl hij eigenlijk het al zwaar heeft, en dat je dat niet merkt. En daardoor overtrain je een paard heel snel. Waarbij spreken de KPN er al als hij aan het werk moet, zegt van, nou, ik ben eigenlijk, ik vind dat wel heel hard werken vandaag. Gaat de Fries misschien wel door, terwijl die al op een hartslag van 170 zit een uur. Nou ja, hier even dan wat plaatjes. Hebben we hier misschien een laser dingetje of iets? Een stokje? Dat is wel lastig dan. Oh, dat is die te zien? Nee, hè? Nee, zit hier wel op mijn beeld, maar je ziet hem nog niet in het plaatje. Nou ja, dan ga ik het maar. Moet je nog even meekijken. Kijk, wat ik bedoel is dat bekken. Heb ik hier ook geen stok? Heel lastig. Hier. Daar zit de tuberkokzee. En als je die lijn doortrekt naar hier. Dan heb je in principe de lijn van het bekken te pakken. En dat is precies wat bij een Fries gemiddeld genomen iets meer in extensie staat. Waardoor ook de achterbenen iets meer naar achteren staan. Als ik mijn bekken neutraal heb zo, en ik kantel mijn bekken die kant op, is automatisch mijn been verder naar achter. Want het heupgewricht, dat zit aan het bekken vast, zeg maar. Andersom ook, ik doe niks vanuit mijn heupgewricht, die swing maak ik niet, maar kantel mijn bekken naar voren, is mijn been naar voren. Nou, bij een rijpaard, een dressuurpaard, willen we dat hij uiteindelijk dat achterbeen steeds meer onder zijn lijf gaat brengen. Dus dat vraagt, behalve dat hij vanuit de heup naar voren komt, vraagt in eerste instantie bekkenkanteling. Want dan is dat been al halverwege. Dus dat is bijvoorbeeld biomechanisch gezien één stuk waar we rekening mee moeten houden met Friese paard. Dat eigenlijk als je hier niet op inspeelt in de training, dat je al per definitie rijdt met een paard die zijn hele rug iets meer in extensie heeft. De verticale halsaanzet, hier, zorgt daar ook voor dat hij snel zijn borst uitdrukt. Extensie maakt rond de schoft. En dan krijgen ze eigenlijk een beetje dit, heel overdreven gezegd, die houding. En daar wil je eigenlijk niet in werken als je erop gaat zitten, vooral. Dus als je erop gaat zitten, dan wil je eigenlijk dat het paard zijn onderlijf juist meer gaat aanspannen. Zijn rug stabiel maakt en jou kan dragen. Ter vergelijking als je op handen en knieën gaat zitten, dat ga ik dan even niet voordoen, maar je maakt je rug hol en dan gaat iemand op je rug staan. Kunnen we wel bij iemand proberen in het publiek, vrijwilligers? Nou, valt weer tegen. Dan doet dat best zeer en is ook moeilijk om dat te dragen. Maar op het moment dat je je core aanspant en je maakt je rug bol, je gaat op handen en knieën, dan kun je echt wat gewicht op je rug dragen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste stukje. We kunnen natuurlijk heel diep gaan, maar dit is het belangrijkste stukje biomechanica. Als we het hebben over paarden trainen. Want geen één paard is gemaakt om ons te dragen. Ook een warmbloedpaard of een PRE niet, ook een Fries niet. Dus dit vereist veel aandacht in de training. En met name dus bij een Fries dan weer extra gezien zijn exterieur. En dat wil je eigenlijk vooral doen, dat stukje trainen, voordat je erop gaat zitten. Want als die al eenmaal in dit is van nature en je gaat erop zitten, dan krijg je dat gewicht waardoor die nog meer dit doet. En ja, het is heel moeilijk om daar nog een keer weer uit te komen. Want mensen soms denken, oh ja, dus een paard moet altijd zo lopen. Nee, van nature gaat een paard zijn wervelkolom, ja, die maakt flexie-extensie. Dus flexie-bol-extensie-hol. Lateroflexie, dus zijwaartse buiging. En rotatie. Dus als je dat als mens voor zou doen, dan is dit zeg maar extensie. Dit is flexie. Dit is lateroflexie. En dit is rotatie. Dat doet de wervelkolom. Dat doet hij in stap, zie je vooral dat ze veel lateroflexie maken. In draf zie je wat meer flexie-extensie komen. Maar in galop zie je eigenlijk heel veel flexie-extensie komen in die wervelkolom.
Welke gang is eigenlijk dan het beste om een jong paard te trainen? Even zo tussendoor. Kort galop, draf. Ja, van nature, om te galopperen, gebruikt een paard toch veel meer buikspieren en borstspieren. Buikspieren trekken uiteindelijk, als jij je buik aanspant, trekken die dat bekken naar flexie. En borstspieren is niks anders dan dat je gaat opdrukken. Train je borstspieren, zodat het dragende paard, het paard dat in de voorhand gedragen gaat, die gebruikt zijn borst heel goed. En een paard dat zijn borst tussen schouderbladen laat hangen, hier, die gebruikt hem niet. En die heeft geen vering meer. En alle impact komt eigenlijk op de benen, op de gewrichten van de benen. Dus je wil die vering in die borst hebben, borstspieren. Je wil die aanspanning in je buik hebben voor de bekkenkanteling. Dat doet een paard in galop van nature al veel meer dan in draf. Dus galop is eigenlijk de gang, ook of je er nou op zit of aan de grond traint, waar je eigenlijk dat kracht, dat stuk kracht in die core, veel effectiever kan uitbouwen dan in draf. Vragen over tot nu toe? Oké, dat is mooi. Nou ja, voordat je dus op gaat zitten, wil je eigenlijk dat dat paard jou kan dragen en dan nog steeds die flexie-extensiebeweging kan maken. En niet dat jouw gewicht gefixeerd blijft in extensie en daar zo gaat lopen. Dat kost tijd. Want ik weet niet of jullie zelf wel eens sporten of bijvoorbeeld iets aan krachttraining doen, maar je hebt niet in een week in één keer een sixpack. Je hebt niet in een week in één keer kan je in een spagaat. En ook in een week loop je niet in één keer de marathon of sprint je 100 meter in 10 seconden. Dat is allemaal tijd nodig. En dat is wat we bij paarden vaak niet realiseren. Een paard die moet dat dan in één keer allemaal kunnen, omdat wij bedenken dat hij dat moet kunnen. Dus een paard wat nog nooit wat gedaan heeft, of die nou 3 is of 5, dat maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Een jong paard, of een paard wat nog nooit wat gedaan heeft, die moet voorbereid worden op het werk wat hij gaat doen. Met ons ruitengewicht performen, wat het dan ook is. Of het nou springen of dressuur is. Hoe lang kost dat? Iemand een idee, wil je een beetje iets veranderen aan een spierkorset, conditie, noem eens iets. Een jaar. Nog meer, roep maar gewoon. 3 jaar. Heel leven, je kan het hele leven verbeteren. Ja, ik ben wel blij dat ik best wel een jaar, 3 jaar. Want ja, de praktijk wijst uit dat het gewoon best wel vaak gebeurt in training op stal. Dat ze het eigenlijk gewoon in een paar weken moeten doen. Paard is uit de wei gehaald, gelogeerd een paar keer, bit in wat hij niet kent. Zadel erop wat hij niet kent, dat hij er het gewend is. Nou, dus die zadel mak, gaan we erop zitten, gaan we rijden. 4 weken of zo. Nou ja, dat is natuurlijk onzin om te denken dat een paard dan, dat je dan een goede opbouw maakt waarmee je later een topatleet krijgt. Want minimaal ben je al 6 tot 8 weken bezig om überhaupt iets, maakt niet uit wat, om te zetten, zeg maar. Bijvoorbeeld een stukje ruggebruik of spierkracht. Nou, als je dus het hele paard wilt trainen, je moet minimaal ben je 3 maanden bezig om het paard ruitergewicht proef te maken. Voor 2 keer in de week 20 minuten rijden. En dan moet hij nog zadelmak. Maar goed, dat is in principe, als je de voorbereiding goed hebt gedaan, zadelmak maken is een kwestie van 2 dagen of een dag. Als die goed voorbereid is, kan je dragen en is met zadel opgelongeerd. Dan is het allemaal niet zo'n probleem. En het voordeel is ook als je er dan mee wegrijdt, want je hebt hem dan ook al aan de grond leren sturen en links en rechts buigen en leren remmen op het bit, et cetera. Dan kan je bij wijze van spreken met een paar weken rijden een B-proef in. Die tijd die dat kost in het begin, dat is toch nog, merk je dat veel mensen die tijd niet willen nemen, want het moet snel. Het paard moet snel klaar, want ja, het kost geld, kost tijd. Maar eigenlijk die tijd die je in het begin neemt, dat gaat je echt heel veel opleveren aan het eind van de rit. Want nou ja, uiteindelijk gaat je opleiding dus veel sneller. Dat als een paard onbelast aan launchen, dubbel launchen aan de hand, al geleerd heeft over de rug te lopen, het bit aan te nemen, te buigen links, rechts, rechtgericht te zijn, zijn buik aan te spannen, en noem maar op, allerlei technische aspecten die je wil. Als hij dat al kan vanaf de grond, ja, als je er dan helemaal op zit, gaat dat natuurlijk heel veel sneller en met veel minder ellende ook, dat vooral. Dat is ook wel leuk, wordt het leuker van voor paard en ruiter. Nou, op die manier loop je ook veel minder blessures op, want zo'n paard wat niet harmonieus beweegt en eigenlijk in die extensie blijft hangen, ja, die overbelast gewoon de gewrichten
Zeg maar, als je de buiklijn pakt, alles eronder, dat ga je overbelasten. En als dat bekken zo in extensie blijft hangen, dan krijg je uiteindelijk onderrug- en energieproblemen. Dus ja, uiteindelijk spaart het je ook een heleboel geld uit, zeg maar, minder kost voor de dierenarts. En je paard blijft veel langer inzetbaar. Natuurlijk kunnen we een paard tot alles forceren, zeker als ze eigenlijk een goed karakter hebben. Kunnen we een paard tot alles forceren en dan houdt hij misschien best een paar jaar vol. Maar ja, dan is maar de vraag, ja, houdt hij dat dan vol tot zijn 20ste? Nou ja, meestal niet. Nou ja, dit heb ik eigenlijk al een beetje uitgebeeld, tenminste probeer te doen. Je ziet hier schematisch de wervelkolom van het paard met de rugspieren eroverheen en de buikspieren aan de onderkant. En dan is het een heel interessant gegeven, eigenlijk heel simpel. Dit is eigenlijk een beetje de core van het paard. Ik ga dat heel simpel zeggen, maar die rugspieren die zitten vast aan de lage gedeelte van de hals, zeg maar. De caudale hals noemen we dat. Dus op het moment dat een paard dat stukje of strekt of flext, dan trekt hij eigenlijk vanuit die hals, trekt hij die schoft open of omhoog. Krijg ik in het voorste gedeelte, in de borst van borstkas van het paard, krijg je eigenlijk ja, lift, schoflift. De buikspieren die zitten vast tussen het borstbeen en het bekken. Dus als het paard zijn buikspieren aanspant, kantelt dat bekken. Dus als je eigenlijk dat aan beide kanten doet en door een paard wat met impuls en voorwaarts gereden wordt, die buikspieren aanspant en hij maakt in die hals de juiste lengtebuiging, dan ga je eigenlijk een brug creëren in die rug waarop je dus kan zitten. En dat is dan weer heel simpel. Dat is eigenlijk het hele verhaal wat je wil voordat je op een paard gaat zitten. Zijn daar vragen over? Of opmerkingen? Ja. Ja, heeft iedereen dat gehoord? Ja, nou dat is helemaal waar, want als we dat inderdaad zo Fries specifiek gaan kijken, komen we ook zo op, dan zien we dat die Fries eigenlijk een hele grote galop heeft en dat het dus heel moeilijk is om dat al meteen op een cirkel te doen. Dus helemaal mee eens, gaan we zo meteen ook op verder. Ja, dit verhaaltje is wel duidelijk denk ik hè. Ja, hier dan nog een klein beetje om inzichtelijk te maken. Die borstkas van het paard, dat hangt zonder botverbinding tussen de schouderbladen in. Dus dat hangt alleen maar met spieren en ligamenten, hangt dat daar. Ik vind het altijd bizar, als je ziet dat een paard over E50 springt en dan landt op zijn voorbeen, dan zie je dat ook. Dan zie je het hele lichaam tussen die schouderbladen. Hoe sterk dat dus wel niet moet zijn, zeg maar, om dat te houden. Ja, ik vind dat nog steeds wonderlijk. Maar goed. Dit kan dus op en neer en dat gebeurt in de gang. Alleen op het moment dat een paard te veel de hals opzet, de rug hol heeft en dan een gewicht erop van een ruiter en hij blijft dan dus in die extensie, dan blijft die borstkas dus eigenlijk naar beneden gedrukt en komt dus niet meer omhoog en mist dus de vering. Nou ja, als je met een auto gaat rijden zonder vering, dat houdt hij al even vol, alleen uiteindelijk alles gaat heel hard slijten. En zo is het met een paard ook. Oh ja, hier dan nog even het bekken. Hoe dat aan de wervelkolom vastzit door middel van SI-gewrichten. Dat zijn niet echt gewrichten, maar meer banden. En nou, je kan je voorstellen dat het paard dus die buikspieren niet genoeg aanspant. En het achterbeen blijft daar naar achter. Dat die onderrug en het bekken zo in extensie zitten. Die uitstekers van die wervels naar elkaar toe gaan. En nou ja, je daar best wel snel dan in de problemen komt. Zeker als het exterieur al die kant op is. Nou, ik ben geen Friesdeskundige. Ik heb alleen ervaring uit de praktijk met Friese trainen en biomechanische kennis. Maar een aantal moeilijke dingen zijn, wat meneer al aangaf, de grote galop van een Fries verzamelen. Daar gaat het eigenlijk al vaak heel snel mis, want wil je die galop verkleinen van die Fries, dan moet die echt in het lichaam kunnen verzamelen. Maar dat kost heel veel kracht. En die hebben ze nog niet. Dus waar resulteert dat vaak in? Remmen, klein maken. En het enige wat korter wordt is de hals. Maar het lichaam eigenlijk blijft nog net zo lang en de galop blijft net zo groot. Dus dat is één ding waar je met de jonge Friese trainer rekening mee moet houden. Ik ga straks kijken hoe we dat gaan doen. Halslengte behouden dus.
omdat die paarden al wat verticaler staan, grote galop, en je gaat ze dan terugnemen, ja, dan, ik zeg, die hals wordt snel veel te kort. Dus dat is een moeilijk aspect. Nou, daarbij horend de aanleuning. Dan blijkt uit de praktijk, maar ook uit de wetenschap, dat het voor een Fries veel functioneler is om hele korte blokjes te trainen. Zelfs blokjes misschien maar van 30 seconden tot anderhalve minuut. En ook niet zo vaak per week. Dan dat je op een jonge Fries 5 keer drie kwartier gaat trainen. Daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb ook nog een linkje ergens staan. Dat door Carolien Munsters met de jonge Friese paarden, jullie geheid een aantal dat wel meegekregen hebben. Dat je dus met minder trainen, minder vaak en minder lang en in korte blokjes veel effectiever traint en veel sneller opbouwt dan dat je maar trainen. Dat is trouwens geldt voor alle rassen. Maar... Nou ja, leren dragen vanaf de grond, dat is voor mij bij dit soort paarden eigenlijk mijn magic thing. Omdat inderdaad aan de longe galopperen is lastig, onder het zadel galopperen is lastig. Waarom? Nou, ik denk dat dat nu wel duidelijk is. Hoe kan je dat dan aanpakken? Nou ja, ik pak dat aan vanaf de grond. Ik leer de paarden aan de hand verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld al simpel een stap zijn. Maar je kan ze ook echt leren hoe ze eigenlijk die buikspieren naar bek en hoe ze dat aansturen door ze in halt alleen al wat naar voren te laten stappen. Dan krijg je al rek op die onderrug, die buikspieren moeten wat aanspannen. Nou, uiteindelijk kan je zo'n kleine overgangetje stap, halt. En uiteindelijk leer je ze een heel klein beginnetje met piaf maken. Want gek genoeg, of nou eigenlijk is het niet zo gek hoor, maar Friezen hebben bijna allemaal aanleg voor piaf passage. Ik heb Friezen getraind met de meest bizarre conformaties. Ja, ze konden allemaal zo piaferen en passageren. En dan is het natuurlijk wel de kunst dat ook in een goed lichaamsgebruik te doen. Dus niet dat ze zo piaferen, maar dat ze dat wel echt over de rug doen. Maar daar zit dus een hele mooie ingang om die paarden zeg maar te leren in dat lichaam klein te worden, zonder dat je ze alleen maar aan de voorkant gaat lopen trekken. Nou, ik weet niet wie van jullie heeft mij en Danielle Kok als met bokken bezig gezien. Dat zijn er niet zo heel veel. Dat was een Fries, daar begonnen we mee, vrij jong zeg maar. Goede gangen, hele grote galop ook. En daar zijn we dus begonnen om nou ja, die galop groot te laten als die galoppeert. Onder zadel groot te laten, niet te gaan lopen trekken. Aan de hand zijn we begonnen met een klein, nou ja, het is niet eens piaf, maar aantreden. Zodat hij leert hoe hij de bekken kan kanten, die achterbenen onder kan plaatsen, die koor aanspannen. En dan zijn we door de... Zijn we door eigenlijk vanaf de grond dat lichaam te trainen, te veranderen, onder het zadel die galop groot te maken, dat naar elkaar toe te brengen. En dan uiteindelijk bijvoorbeeld hele simpele figuren te gebruiken. Want als jij grote galop klein wil maken, rechtuit. Nou, dan ga je remmen, wordt de hals korter, maar er gebeurt verder niks. Tenminste, dat gebeurt dan bij een Fries. Maar op het moment dat je in die galop bijvoorbeeld een volte maakt en die langzaamaan iets kleiner maakt, dan zorgt die volte ervoor dat het paard al iets moet verzamelen. Dan zie je dat ze naar draf willen vallen, dat is moeilijk. En dan zeg je, nee, voorwaarts naar galop. En wat ben je dan aan het doen? Die volte, kleinere volte, verzamelt het paard. En jij bent met je hulp je paard voorwaarts aan het rijden. Om hem te verzamelen. In plaats van rechtuit dat je hem terugtrekt om te verzamelen. Dus je gaat in één keer dat omdraaien. De foltertje zorgt ervoor dat hij wat gewicht op achter moet overnemen, iets klein moet galopperen. Je zoekt dat punt op waar hij net denkt van, oeh, dit wordt moeilijk, ik ga naar draf. Daar zeg je, voorwaarts galop, dan maakt hij net even een paar sprongen meer verzamelde galop. Ja, en dan stap je hem, braaf, beloof je het, en dat herhaal je een paar keer. En toen ik daar met Daan aan begon ook, ik zei, al voel je maar 3 sprongetjes, net iets meer verzameling, dat is al genoeg. Want als je 10 keer 3 kleine sprongetjes doet, dat zijn 30 goede sprongen. Maar 30 verzamelde sprongen achter elkaar, dat maakt het paard niet, zeg maar. Dus daar zit weer die kunst van dat je in hele kleine stapjes kan trainen, hele kleine dingetjes om kan zetten, heel goed kan signaleren van, oh ja, is dit het stukje wat ik zoek? En dan stop je en dan laat je hem relaxen en doe je het nog een keer. En dat was wel interessant, want we hebben hem ook op de hartslagmeter gedaan.
En we deden dus al hele korte blokjes. Bijvoorbeeld uiteindelijk een halve volte, een goede galop en dan weer stappen. En toen kwamen we er eigenlijk achter met de hartslagmeter, dat hij dan nog mega in zijn hartslag zat. Dus dat we nog kleinere stukjes moesten doen. Dus we hebben Daan een paar weken thuis nog kleinere stukjes gedaan. En het grap was dat hij toen boem, in één keer mega snel begon op te bouwen in de conditie. En dan in de conditie van de meer verzamelde galop, zeg maar. En eigenlijk een paar maanden later kon hij gewoon de baan door in die galop. Maar dat hadden we nooit gekregen als we hem alleen maar doorgalopperen en remmen en remmen en remmen en remmen. Je moet echt een plan hebben, technisch. Is dat te vol? Is dat heel lastig om dit zonder paard uit te leggen? Want dan moet je maar geloven dat het zo is. Maar ja, en wat we nog niet benoemd hebben, dat is wel interessant, als we het biomechanisch bekijken. We hebben het altijd een verzameld paard, dat moet niet meer stuwen, die moet alleen maar dragen. Klopt dat of klopt dat niet? Wie stemt voor dat klopt? Ik stem niet mee trouwens. Wie stemt voor dat klopt niet? De rest heeft geen mening. Als we naar een dressuurpaard toe gaan die steeds verzamelder moet, dat we niet meer willen dat hij stuwt, we willen dat hij alleen maar draagt. Of dat klopt of niet. Dat is een beetje een strikvraag, maar dat klopt niet. Want alleen dragen, dat doet hij alleen in halt. Zelfs als een paard achterwaarts gaat, dan stuwt hij. Hij stuwt namelijk dan naar voren, de grond in, om zijn lichaam naar achteren te duwen. In piaf op de plaats, dat is nog steeds stuwen, want hij moet zichzelf omhoog stuwen. De push-off, als we dat vanuit de bewegingsanalyse kijken, hij moet een push-off hebben, maar die is verticaal. Dus je kan veel beter zeggen van horizontale stuwkracht, dus een paard trapt naar achteren in de grond om naar voren te komen. En dat is waar het bekken van de Vries wat meer voor gemaakt is dan bijvoorbeeld een KWPN'er. Dat doen we horizontale stuwkracht. En dan willen we steeds meer omzetten naar verticale stuwkracht. En verticale stuwkracht is natuurlijk gekoppeld aan draagkracht. Want het is natuurlijk logisch dat wat daar omhoog gaat en landt, dat moet ook gedragen worden. Dus voor iedereen, het is onzin om te zeggen, mijn paard moet alleen maar dragen en niet stuwen, want dan sta je hele rit stil. Is dat te volgen? Okay. Nou, dus dat is waar je eigenlijk in de training van zo'n jong paard naar steeds meer, nou ja, uiteindelijk Grand Prix paard. Hij wil niet uit, geloof ik. Van een jong paard naar een Grand Prix paard, ga je daar naar kijken. Ben je in staat om die horizontale stuwkracht steeds meer om te gaan zetten in verticale stuwkracht en draagkracht? En dan krijg je dus in je draf bijvoorbeeld steeds meer cadans, zoals een passage. Maar dat hoeft niet meteen passage te zijn. Een honderdste van passage is een beetje cadans in de draf. Dus dat wil je terug gaan zien. En hetzelfde geldt voor de galop. Ik zag net een vinger. Sorry? Want in principe de horizontale stuwkracht, dan gaat een paard, als hij een kar voorttrekt, dan duwt hij in dat borsttuig en hij zet zich naar achteren af. Nou ja, dat wil je dus eigenlijk niet als je erop zit, te veel. Maar dat heb je wel in het begin, dus daar heb je mee te dealen. Nou ja, mooi is, dat kan je dus heel mooi ook vooral aan de grond, de hele technische training, kan je daar een begin mee maken. Nou ja, andere trainingstechnieken, wat daar heel goed voor werkt is met name Cavaletti training. En dan denk je bij een Fries, maar die heeft al zoveel knieactie, moet hij dan nog over die balkjes? Nee, het gaat niet om die beentechniek, het gaat om het lichaamsgebruik. Als hij over die balkjes gaat, met name als je ze wat hoger legt, dan moet hij vanuit die borst zich opdrukken. Dus je traint enorm die borstspieren en ook die buikspieren. Dus Cavaletti training, hele goede manier om een paard die corekracht zeg maar te geven. Nou ja, aan de hand leren verzamelen, aan de launchen en aan de handkracht en coördinatietraining. Dus dat moet je denken aan veel overgangen, veel schakelingen. Nou, meneer Daal zei met een Fries, een jonge Fries aan de launch in galop, is niet het meest ideale, zeg maar. Tijdens het rijden al figuren inzetten om te verzamelen in plaats van trekken. En wat heel belangrijk is ook bij de Fries, om altijd weer die hals te kunnen laten dalen. Want die staat nou helemaal meer verticaal, wat super nuttig is als je de achterkant aan hebt. Nou, die oprichting is niet zo'n probleem. Maar je hebt natuurlijk ook snel dat hij dan, ook al is hij wat verzameld, dat hij toch net even zo rond die
schoft, zeg maar, aandrukt en dan toch die borst in extensie duwt. En het is heel belangrijk om steeds te even, oh ja, kan ik die hals aanzet, die caudale hals, die lage halswers, kan ik die weer laten dalen, zeg maar een beetje richting halstrekken. Wil je dan heel veel halstrekken met de vries, want dat is een beetje andere uiterste wat je veel ziet in training. Oh ja, als mijn paard maar lekker laag over de grond, dan komt het goed. Maar zie wat ik doe als ik heel laag boven de grond, wat gebeurt er? Ik moet zoveel gewicht naar voren brengen, dat mijn bekken helemaal daar, mijn achterbenen daar, en ja, ik lazer eigenlijk naar voren. Ik hang enorm in mijn borst. Dus heel lang halstrekken en dat ultieme met de neus door het zand, dat is niet wat je wil. Je verliest complete horizontale balans van het paard. Je verliest de onderlijn aanspanning. Je hebt eigenlijk alleen nog maar horizontale stuwkracht. Het moet wel kunnen, zeg maar. Je moet even kunnen draven en even die hals trekken en weer oppakken. Maar rondje na rondje sloffen met de neus door het zand is ook geen ontspanning, want daarbij houdt hij eigenlijk zijn rug heel strak. Hoe kan je fysiologisch zorgen dat je qua inspanning, zeg maar, verantwoord traint? Nou ja, gebruik die hartslagmeter, want dat geeft je echt inzicht. Een goede, ervaren ruiter voelt natuurlijk heel veel bij zijn paard. Die heeft dat misschien minder nodig. Maar toch is het zo dat als je dan wel met die hartslagmeter gaat rijden, dat je denkt van, hey, verrek, is toch net even anders dan ik dacht. Of je krijgt juist de bevestiging van wat je al voelde. En heb je er heel veel aan. Nou, neem bokken waarmee we al kleine stukjes deden. De hartslagmeter wees uit dat we in nog kleine, kortere blokjes moesten trainen. Een PRE van mij die maakt zich heel snel druk tussen hartslag hoog. Dan denk je, nou, tussendoor stappen, want in stap relaxt een paard. Maar dat paard vindt de stap juist heel moeilijk. Dus in stap ging zijn hartslag juist hoger. Dus dat is heel interessant. Dat ik zei, oké, als ik echt iets inspannends heb gedaan, dan kan ik iets beter halt houden. Teugels lang en in halt zak zijn hartslag. Dan kunnen we weer verder. Want in stap ging die hartslag alleen maar omhoog. Dus het geeft gewoon superveel informatie en je kan veel gerichter trainen. Want je wil niet in die verzuring terechtkomen, want daar gaat het om. En dan hebben we met de vries weer, die raakt snel in de verzuring. Hij is snel zuurstoftekort, maar zijn goede karakter die gaat wel door, dus we merken niet aan hem. Maar goed, zijn spieren raken wel verzuurd, dus je traint uiteindelijk achteruit, terwijl je het niet door hebt. Dus je heel nuttig om met een hartslagmeter te gaan trainen. Nou ja, die korte blokjes dus. Rekening houden met de zwakkere spiergroepen. Want als zo'n paard met een exterieur, dat hoeft niet eens een vries te zijn, hè, want je hebt heel veel paarden die achter ietsje meer omhoog in extensie lopen, het bekken iets meer in extensie hebben. Dat kost al 5 keer zoveel kracht om die naar neutraal te brengen dan een paard die dat al iets meer in neutraal heeft. Dus als een vries eigenlijk in een hele goede gedragen balans loopt, dan moet je bedenken, oh ja, dat kost hem 10 keer zoveel kracht dan bijvoorbeeld mijn KWPN'er. Dus stop ook eerder. Maar hou rekening met die spiergroepen die ja, in principe zwakker zijn en meer tijd nodig hebben. Dus voordat het paard verzuurt. En maak een goed plan, want 5 keer in de week trainen is geen goed plan. Dat, je kan ervan uitgaan dat je dan uiteindelijk zelfs uiteindelijk aan spierafbraak doet. Want op het moment dat je een trainingsprikkel geeft, heeft een paard eigenlijk 48 uur nodig om te herstellen. En dan zit hij in, zoals ze het noemen, supercompensatie. Het paard gaat wennen, of het lichaam krijgt een trainingsprikkel. Nou, dan gaat de energie daar. En het lichaam denkt, oh ja, als ik weer zo'n energie of zo'n trainingsprikkel krijg, moet ik zorgen dat ik hem aan kan. Dus die gaat ja, compenseren. Nou, en dan eigenlijk zie je dat op dag 3, dus na 48 uur, je in de supercompensatie zit. Dus dat het beste moment is om weer een trainingsprikkel te geven. Dus dat betekent trainingsprikkel, een dag geen intensieve training, maar wel wat bewegen. En dan eigenlijk het liefst een dag helemaal geen intensiteit, normaal stellen. En dan de dag daarna kun je weer een trainingsprikkel geven. Nou is een paard altijd een individu, dus je moet wel blijven kijken en luisteren naar je eigen paard. Maar dat is een beetje wat de wetenschap uitwijst hoe het is. Dus als je je daaraan houdt, krijg je veel sneller meer kracht, meer uithoudingsvermogen. En het is niet zo, hoe meer ik train, hoe beter het gaat. Juist niet. Al dit wat ik zeg, wat wetenschappelijk onderzocht is dus op mdpi.nl
terug te vinden in dit artikel. Het is heel ingewikkeld, dus dat heeft niet zoveel zin om in een slide te zetten. Maar mochten mensen het interessant vinden, dan kan je dat terugzoeken. Dan nog dat leergedrag, want wat mij ook altijd opvalt, wat ik al zei, is dat berokken paarden, zo ook de Vries, gewoon super slim zijn. Dus waar je bij een KPN'er misschien wel 10 keer iets uit moet leggen voordat het kwartje valt, valt bij de Vries misschien het kwartje al na 3 keer. Dus je hebt ook niet zo heel lange training nodig. Dus de intelligentie maakt dat je ook minder lang hoeft te trainen. We zijn namelijk niet alleen aan het fysiek aan het trainen en gymnastiseren. We zijn ook aan het dresseren. Dresseren, we noemen het wel eens dressuren, maar dat bestaat niet. Dressuur is het dresseren van een dier. Dat wil zeggen dat je hem dingen leert op commando te doen. Je gaat hem iets uitleggen, je gaat communicatie. Dressuur is de kunst van communicatie. Dus als je daar gebruik van maakt, dan kan je ook veel functioneler trainen. Denk niet dat zo'n paard dom is en dat hij meters moet maken, maar probeer contact te maken. Leg hem iets uit via een hele duidelijke systeem wat je doet en hij snapt het. Nou, dan kan je hoef je minder lang te trainen. Doet hij het dan, snapt hij het dan, dan hebben we heel snel de neiging van, nou gaat hij lekker, gaan we het nog even 10 keer doen. Totdat het niet meer gaat, want dan is hij verzuurd of hij is mentaal moe. Dus stop altijd op het beste punt. En wat is dan het beste punt? Want dat is altijd moeilijk te bepalen. Maar ik vind dat zelf, helemaal dus met jonge paarden, als ik op een bepaald vlak, maakt niet uit wat het is, het kan een oefening zijn, of het kan een stukje beter in aanleiding, een stukje beter gedragen, een stukje beter verzameld, of ik leer mijn zijgang, maakt niet uit wat, maar ik heb voor die dag ben ik met iets bezig en boek ik een klein beetje resultaat, dan zeg ik oké, mooi, klaar, kan ik nog een ander dingetje doen desnoods, maar niet meer datzelfde, of ik stop helemaal. En als je dat toepast, dan ga je ook zoveel sneller een paard iets leren en blijft het ook leuk. Dus stop op het moment dat je iets bereikt hebt wat beter was dan gisteren. En dan train je elke dag positief. En dan moet je dus wel bedenken dat je dus in hele kleine stapjes moet denken. Want je maakt met een paard niet, je leert een paard niet in een dag een galopwissel. Je leert een paard niet in een week verzamelen. Het zijn allemaal hele lange processen. En je moet de kleine stapjes gaan herkennen. En die kleine stapjes, ik zeg, als je een hele grote stapel stenen hebt. Oh nee, ik vind het altijd wel mooi als ik de mest aandruk op ons bedrijf. Ligt een hele bult. Dan denk ik, Jezus, dat heeft iemand allemaal met de hand, schepje voor schepje. En als je die berg ziet, dan denk je, ja, schepje voor schepje. Als je dat met de hand moet doen, dat is echt onbegonnen werk. Maar het is wel gedaan. Omdat het gewoon stoïcijns, schepje voor schepje. En uiteindelijk ligt er zo'n bult. En zo moet je eigenlijk ook met die mindset moet je een paard trainen, stapje voor stapje. Ja, de rol van grondwerk is zeker dus bij het jonge paard super belangrijk. Longeren, enkele, dubbele longen. Je kan de verticale en horizontale balans beïnvloeden. Paard loopt van nature, kijkt hij naar buiten en valt naar binnen als hij door een wending gaat. Nou, gaan we erop zitten, ligt het zwaartepunt veel hoger, dus krijg je een hele andere belasting. Dus wij moeten dat paard leren, nee. Je moet eigenlijk je wervelklomp buigen over de lijn waar je gaat en dan ben je in verticale balans. Daar is heel veel voor nodig bij een paard. Qua coördinatie, balans, spierkracht, rek. Dus dat kan je ze al mooi leren en dan wordt het een stuk makkelijker als je erop zit. Nou ja, natuurlijk de hele draagkracht waar we het net over gehad hebben, maar ook dat stukje al uithoudingsvermogen. Werk aan de hand, dus dat is puur dat je naast het paard loopt, heel direct. Super nuttig om het paard te leren communiceren via het bit, want een jong paard heeft nog nooit een bit in zijn mond gehad. Hoe moet een jong paard, ik altijd weet, die krijgt een stuk staal in zijn mond, wordt logeerlijn aangeknupt, wordt hij opgejaagd, nou krijgt hij in één keer tractie in zijn mond, gebeurt al dit, is hij al in extensie, nou eigenlijk heb je dan de hele boel op slot gezet. Hoeveel nuttiger is het om eerst dan een bit in te doen en daar aan de kaptoom te logeren een tijdje, totdat hij weet, oh je bit in mijn mond, is oké. En dat je dan aan de hand gaat zeggen van, kijk, als ik iets druk geef op dat bit, dan kauwt hij, geeft hij na. Kijk, en als ik iets druk geef hier, dan buigt hij naar rechts en daar naar links. En als ik het begeleid naar beneden, kun je al strekken. Dat is hoe ze het ook vroeger deden, zeg maar. Dan leer je eigenlijk al dat paard reageren op de goede manier op de bithulpen. Hoe makkelijk is dat? Als je dan daarna rijdt of aan de longeren, kent hij dat, voelt het contact van het bit... Geef na, je vraagt die stelling, verticaal balans.
Het is veel makkelijker dan dat je er uiteindelijk op gaat zitten en ja, het paard is hier, je moet trekken, dit en dat, chaos. Dus we kunnen daar zoveel winst maken qua tijd, want uiteindelijk gaat het veel sneller. Maar natuurlijk helemaal in hoe hou je je paard heel en hoe blijft het leuk voor het paard. Nou, even wat dingetjes. Als jij wat betreft tijdsbestek, als je een nieuw patroon aan wil brengen, dat kan iets heel simpels zijn. Als ik elke ochtend als ik opsta, het eerste wat ik doe is 10 push-ups. Voordat dat echt een gewoonte is, moet je het 21 dagen achter elkaar doen. Dan zit het in je systeem. Zo lang gaat dat. Nou ja, enige spierconditieopbouw, 6 tot 8 weken. Herstel na inspanning, 48 uur. Het lichaam ruiterproef maken, minimaal 3 maanden. Niet zadelmak, ruiterproef. Dat het lichaam gewicht kan dragen, minimaal 3 maanden. Zadelmak maken, ja, de zadelmak maken, dat kan in principe in een paar dagen. Alleen, het hele proces van een paard zadelmak maken is dus niet alleen zadelmak maken. Dat is een lichaam ruiterproef maken. Nou ja, als je functioneel traint en je probeert al die aspecten voor jezelf in beeld te brengen en daar echt je in te verdiepen en mee bezig te gaan, dan krijg je ook veel beter resultaat. En is het elke keer belangrijk, je kijkt wat wil ik met mijn paard, wat is daarvoor nodig, nou dan ga je wat doen. En dan moet je altijd evalueren, gebeurt ook datgene wat nodig is of niet, want dan kan je bijsturen. Misschien train je toch te lang of misschien train je juist te kort. Misschien ben je te snel met dit of dat. Nou ja, in ieder geval dat je blijft evalueren en niet dom doorgaan. Want als je altijd deed wat je doet, dan krijg je altijd wat je kreeg. Dus als er iets anders, als dat wat je krijgt, het resultaat, niet het gewenst is, moet je dus wat anders doen. Nou, is uitzoeken wat. Eigenlijk zo simpel is het. Ja, zo. Hoe lang hebben we nog? Oh, wat een mooie timing. Nou ja, wat ik al zei, ik heb 2 boeken geschreven, The Art of Horsemanship. En de eerste gaat over basis, techniek en concepten van de rijkunst. Het maakt niet uit wat voor een ras je hebt. Maar er staat vooral in hoe je al die dingen die ik nu vertel kan uitvoeren. Ook qua leerproces van het paard, et cetera. En dressuur op gelijke voet, alle trainen vanaf de grond. Werk aan de hand in vrijheid, launchen, dubbele launchen, noem maar op. Super interessant.